Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Voor de mensen die me nog niet volgden, hallo, ik ben Alyssa. Welkom. Vandaag is niet zo goed begonnen. Ik ben opgestaan met het nieuws dat Trump de vluchten naar Amerika schrapt voor 30 dagen. Wat wil zeggen dat mijn vakantie naar Amerika niet door gaat gaan. Ik weet nog niet juist hoe, wat. Alleszins heel kut. Dan kijk ik er echt naar uit om op vakantie te gaan. Normaal vertrok ik 4 april. Maar ja, het zal niet doorgaan. Ik snap het langs de ene kant ook. Ik had het ook wel zien aankomen natuurlijk met dat coronavirus. Allee, het was ook iets wat niemand had kunnen voorspellen. En het is ook gewoon belangrijker dat het niet meer en meer verspreidt. En dat het niet erger wordt. Dus ik snap het. Maar het is en het blijft natuurlijk wel kut. Want ik wou natuurlijk wel graag op vakantie gaan. Langs de andere kant blijf ik dan natuurlijk bij Niels. En hoef ik Niels geen 2 weken te missen. Dus dat is ook weer iets positiever. Allee, het is ook weer iets waardoor ik het minder erg vind, maar toch vind ik het heel erg. Nou, ik wou echt heel graag gaan. Dus ja, we zullen zien wat daarmee gaat gebeuren. Ik weet het allemaal niet, maar ik moet zeggen dat ik wel een beetje schrik begin te krijgen. Niet per se voor mijn eigen gezondheid of zo, maar wel voor een lockdown, ook in België, zoals in Italië is momenteel. Dat is wel iets heel serieus. Natuurlijk ook echt een domper voor de economie. En aangezien ik zelf zelfstandige ben, is dat natuurlijk ook echt, ja, kut. En ben ik gewoon ook benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. We hebben geen fysieke winkel, maar een webshop. Dus dat is anders. Maar ja, we zullen zien hoe het allemaal gaat lopen. Ik ga nog niet te veel vooruit denken, maar toch, it's getting serious. En het is denk ik geen lachertje. Ik denk dat we daarbij stil moeten staan. Natuurlijk, we moeten niet in paniek slaan. Helemaal niet. Maar ja, wel onze voorzorgen nemen natuurlijk. Ik ga mij schminken. Ik ging normaal naar de fitness gaan. Ik heb besloten om ook even niet naar de fitness te gaan. En thuis workouts te doen. Basic Fit heeft zo GXR lessen die je ook thuis kunt volgen. Dus ik ben van zin om dat te doen. Maar vandaag ga ik niet sporten, want ik ben al 3 dagen geweest. Dus ik ga vandaag dus niet sporten. Gewoon rust. Is misschien ook stom, maar in de fitness zijn wel heel veel bacteriën natuurlijk. Iedereen neemt er alles vast. Alle halters, alle toestellen. En oké, de meeste mensen die fatsoenlijk zijn, vegen alles ook wel af als ze dat hebben gebruikt. Maar natuurlijk, de halters en zo worden niet altijd afgeveegd. Dus ja, ik heb besloten om toch niet naar de fitness te gaan voorlopig. En dan thuis oefeningen te doen. Ik ben op kantoor. Jij. Oei. Ik zal jullie ook eens even een update laten zien. Hier is onze fotostudio. Rekje waar rommel over is gehangen. En hier is het bureau waar Celine en ik aan werken. Maar op dit rekje hangt de nieuwe collectie die we moeten shooten. Dit hebben we gisteren snel geshoot. Dus daarom. Hier is een fotohoekje gemaakt, zodat we hier selfies kunnen nemen voor de site. Hier staan een deel schoenen. Daar zitten ook nog allemaal schoenen in. Hier is onze keuken met wat rommel. Maar ze moeten die muren nog iets vaster komen maken. Hier staan nog rekjes die we in elkaar moeten zetten. En hier is dan ons kantoor. Dit moet allemaal naar het containerpark. Hier maken we pakjes.
Daar zijn nog kleren allemaal. Daar zijn nog kleren en I Heart It. Hier zijn kleren. En in die dozen zijn nog allemaal kleren. Dus zo ziet ons kantoor er nu uit. Oké, ik ga wachten op Celine. Ik ga al beginnen met tickets printen en zo. En wat pakjes maken. En Celine zal normaal druk wel hier zijn. Hey. Milky. Hey, baby. Ik ben ondertussen terug thuis en aan het monteren in de zetel. Ik had even daarnet een depressed momentje. Omdat mijn vakantie waarschijnlijk dus niet doorgaat. Ik weet nog altijd niet meer. Straks ben ik bij mijn ouders, dus dan ga ik zien wat dat we gaan beslissen, wat dat we gaan doen. Maar ja, voor 90%. Ja, eigenlijk bijna 100% gaat de vlucht niet door 4 april. En Milks? Ik had even een kut momentje. Gaat je uw poep wassen? Lekker. Lekker. Maar oké, het is zo, hè. We kunnen er niks aan doen, hè. Dus kak. But that's how it is. En ik vrees er een beetje voor dat morgen België in lockdown gaat. Straks komt de Veiligheidsraad samen, hoorde ik op het nieuws. En dan gaan die beslissen wat ze gaan doen. En ik denk dat we zoals Italië in lockdown gaan gaan. Maar ik weet het niet. Oké, daar zijn sorry voor straks, we zullen zien. Ik ga nu nog verder monteren voor ik naar mijn ouders vertrek. En met mijn katjes zijn. Hey baby. Ja. Ik ben ondertussen terug thuis van bij mijn ouders. Ik heb mijn haren gestyled. Want morgen vroeg ga ik naar een event van Dyson. En ik denk dat ze dan mijn haren gaan krullen of zo. Iets ermee gaan doen. Dus ik dacht, ik ga die stijl doen. Ik spuit trouwens de Gizu Honey Infused Hair Perfume. Deze ruikt echt zo goed. En ik heb altijd zo'n beetje dat mijn haren zo niet per se verbrand ruiken, maar toch zo raar na het stijlen. Zeker mijn extensions. Dus dit is wel echt goed. Ruikt lekker. Ik ga me ondertussen even ontschminken. Ik was dus bij mijn ouders, maar we zijn er nog niet helemaal uit wat we gaan doen met de vakantie. We gaan voorlopig heel even afwachten. Want wie weet, als de situatie van het coronavirus verandert, dat de richtlijn van 30 dagen niet naar Amerika te reizen ook verandert. Ik denk van niet, maar you never know hoe het kan lopen. Dus we gaan gewoon sowieso even wachten. Ideaal zou zijn als we onze reis kunnen veranderen naar de zomervakantie. Maar ja, dat weten we ook natuurlijk nog niet. Dus allemaal een beetje afwachten en een beetje zien hoe dat gaat lopen met het coronavirus. Kan zijn dat dat snel gedaan is. Kan zijn dat dat nog lang gaat aanslepen. Let's hope van niet, houd vasthouden. Want de situatie is al best erg. Ik weet ook niet als België in een volledige lockdown gaat gaan. Ze zijn nog altijd aan het bespreken. Dus ik ben benieuwd wat dat daaruit gaat komen. En mensen waren ook echt in de supermarkt alles aan het plunderen. Allee, plunderen. Aan het hamsteren, zal ik zeggen. Omdat er een bericht rondging dat inderdaad België in lockdown zou gaan. Maar het bleek dat dat een vals bericht was. Allee, dat er nog niks over gezegd is. Ik ben nog niet naar de supermarkt geweest. Dus ik hoop dat er morgen of overmorgen nog iets over is voor mij. Want als alles toe zou gaan en zo, dan wil ik nog wel wat eten hebben. Maar ja, anders ga ik wel bij mijn ouders eten elke dag. Die hebben wel genoeg eten, denk ik. Dus komt goed, hè. En Niels heeft ook nog wel wat eten. Maar alleszins, 12 maart. Not a good day. Jullie zien deze vlog op 13 maart. Vrijdag de 13e. Ik had normaal trouwens ook morgen een modeshow van Luxurious Shopping by Letizia.
Maar dat gaat ook niet door, door het coronavirus. Ik denk wel dat we foto's gaan maken nog, s'avonds. Dus dat we dat wel gaan doen. En mijn Dyson-event gaat wel door. Dus dat is wel goed. Maar vandaag was een gewoon het algemeen niet zo'n leuke dag voor mij. Omdat ik deze morgen eerst te horen heb gekregen dat mijn vakantie niet doorging. En Niels en ik hadden ons aangemeld voor een huis. Een huurhuis, weliswaar. En dat was eigenlijk ook maar gewoon toevallig op ons pad gekomen. Maar we vonden het allebei heel mooi. Dus we dachten, we wagen gewoon de kans. We proberen het gewoon. Is het niet, is het niet. En het is niet. Nu vind ik dat wel heel spijtig natuurlijk. Want ik keek er wel naar uit om samen te gaan wonen. Maar dat zal dus wel nog even uitgesteld worden. Allee, ik denk dat we gewoon nog verder gaan kijken. En er moet gewoon echt iets leuks op ons pad komen, anders gaan we nog niet samen wonen. En ik woon hier waar ik... Amai, ik zit mijn dubbel. Ik woon hier waar ik nu woon ook heel graag. Dus dan blijf ik nog wel even hier. Ik zou hier niet weg willen per se, maar ja, het is te klein om met twee te wonen. Allee, als Niels er ook nog eens bij komt en zijn spullen, er is gewoon echt geen plaats voor. Ik heb al bijna geen plaats voor mijn eigen spullen. Dus dat gaan we niet doen. En ik wil ook niet naar Geel gaan. Hij heeft een heel mooi appartement. Maar ik ga niet naar Geel verhuizen. Zeker niet met mijn bedrijf hier en zo. In Paarl. Dus dat ga ik niet doen. Maar ja, het huis mocht dus niet zijn. Spijtig genoeg. Oké, ik ben weer aan het ramblen. Deze vlog is echt vooral gewoon heel veel gepraat van mij. Sorry, maar zo'n dagen zijn er gewoon ook. Ik heb niks gedaan vandaag. Ja, ik ben wel naar kantoor geweest en gemonteerd, maar voor de rest mezelf een beetje kut gevoeld. Maar morgen een nieuwe dag, morgen een betere dag. Ik ga hier ook de vlog afsluiten, want anders wordt het alleen maar saaier. Dus slaap wel iedereen. Ik zie jullie morgen weer.